Friese van de Waard Gesthuizen. Nou, misschien komt dat dagje uit er alsnog wel van, maar het is even heel wat anders. Mevrouw van der Waard, zeg ik maar even. Eerst ook zeer veel en zeer uiteenlopende verdiensten. Maar de rode draad die ik bespeur na al de brieven te hebben gelezen, is toch dat u heel graag mensen helpt om de regie over hun eigen leven te houden. En daarmee de kwaliteit van hun eigen leven en hun zelfstandigheid kunnen behouden. U bent jaren een mantelzorger geweest voor uw schoonvader. Maar ook een buurtbewoner met een verstandelijke handicap kon mede dankzij u lang zelfstandig blijven wonen. Daarnaast nam u ook lange activiteiten met een helaas recent overleden cliënt van Purijn, voor wie u gastgezin was. U bent in 1997 al vrijwilliger geworden bij wat toen nog het platform WVG BTB Groesbeek heette en inmiddels de WMO adviesgroep Bergendal is. U zat jarenlang in de cliëntcontactgroep en vanaf 2020 tot oktober vorig jaar was u ook bestuurslid. Al 25 jaar helpt u mensen individueel met het zoeken naar oplossingen. Ik kijk je niet veel uit, dus bij de tranen ook je nou. Hierdoor kunnen deze mensen beter deelnemen aan de maatschappij of kunnen ze thuis beter functioneren. U hebt al die jaren meegeholpen aan de organisatie van talloze themabijeenkomsten. En als bestuurslid probeerde u met anderen de WMO-adviesgroep klaar te stomen voor de toekomst. En heeft u mede het initiatief genomen om een adviesgroep op te richten voor de belangenbehartiging van ouders en jongeren die met jeugdhulp te maken hebben. Van 2004 tot 2008 hebt u ook als vrijwilliger werkzaamheden verricht voor de afdeling maatschappelijk werk van Purijn Groesbeekse Tehuizen. U zorgde voor vervoersaanvragen voor cliënten binnen de WVG, de WMO. U hielp cliënten met de procedure en tekende waar nodig namens hen bezwaar aan. Daarmee hebt u de mogelijkheid tot sociaal contact voor de inwoners van Groesbeekse Tehuizen aanmerkelijk vergroot. In 2013 heeft u samen met uw man de kans gekregen om een project op te zetten in Zuid-Afrika voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het kindcentrum Otondweni Daycare Center in de township Gamalake. Het ODC was gevestigd in een bouwvallig townshiphuisje met wat grond. En 15 kinderen werden daar opgevangen in een ruimte van 3 bij 4 meter. U enthousiasmeerde velen en weer fondsen. U woonde daarvoor ook grotendeels in Zuid-Afrika in die tijd. Mede door die inspanningen kon in april 2015 het nieuwe centrum geopend worden. 3 grote gebouwen, een grote aangepaste tuin met speelvoorzieningen en een moestuin. Naast het plaatsen van de gebouwen werd er ook gewerkt aan een lokale nieuwe infrastructuur. Het allemaal opgezet en zoals het eigenlijk moet gaan, gebeurde ook. Je was daarna op de locatie minder nodig, het redden zichzelf. U bleef wel in het bestuur zitten en werkte vanuit Nederland verder voor de stichting. En u zorgde samen voor donateurs en hield ook contact met de lokale bevolking daar. Na het overlijden van uw oom Jan in 2019 werd u het project overgedragen aan de plaatselijke bevolking. En in 2022 is besloten om Oehoe Kids te stoppen, omdat het doel bereikt is. Hulp is niet meer nodig, omdat men het inmiddels zelf kan. En daarom pakt u ook weer nieuwe dingen op. Sinds 2019 met uw gastvrouw bij het Alzheimer Café Bergendal en ook bij Stichting Vier het Leven. Voor deze stichting vervoert en begeleidt u ouderen bij theaterbezoeken. Maar ook zet u uw kennis en ervaring binnen het sociaal domein in voor de werkgroep burgerparticipatie. U evalueert diverse burgerinitiatieven en u zet u met name in voor mensen met een verstandelijke beperking en of een achterstand tot een afstand tot de arbeidsmarkt. Mevrouw van der Waard, het is mij een groot genoegen dat ik u mag vertellen dat het koning Willem-Alexander heeft behagen om u, Louise Johanna Frederica van der Waard, geboren Gesthuizen, voor uw verdiensten op het terrein, onder andere zorg en welzijn en ontwikkelingssamenwerking, te benoemen tot lid van de Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd.